Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Francine Hoeven. Welkom. Leuk. Ik heb het gevoel dat ik een soort de Lady Gaga van de architectuur hier op tafel heb. Nou ja, misschien. Weet ik niet. Ja, het is echt niet normaal. Jij bent van Meccano, architectenbureau. Je hebt een kantoor in Delft, New York en Taiwan. Ja. En dan gewoon een paar projecten. Ik noem er echt maar een paar. Station Delft, Manchester Campus, MECD, de Red Metro ben je mee bezig. De Nieuwe Schuur, cultureel centrum in Herpt. Maarten Luther King Bibliotheek in Washington. Maritiem Center Rijnhaven, Rotterdam. Worker and Housing University in Cambridge. Opera House en Art Centrum in Taiwan. En nu ben je bezig met de bibliotheek in New York, waar je niet bij de opening kon zijn. Ja. En daarom ben je hier. Ja, ja. Dus elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja. Ja. Maar daar heb jij, nou, je krijgt altijd heel veel positieve respons, maar die bibliotheek die net geopend is in Manhattan, ja, is super positief ontvangen. Ja, ja. Terwijl je zou kunnen zeggen, bibliotheek, dat loopt een beetje op zijn eind. Wie leest er nu nog? Ik geloof dat 1 op de 3 Nederlanders al niet meer echt goed kan lezen. En jij hebt daar juist je tanden in gezet. Nou ja, want zeg maar, wat jij nu zegt is eigenlijk een beetje een ouderwetse houding. Ja, zet me maar neer. Nou ja, omdat bibliotheken, en dat heb ik ook heel erg geleerd, omdat ik denk ik nu al 25 jaar ook bibliotheken toe. Ik heb meer hobby's hoor, ook mobiliteit en woningbouw enzovoort. Vooral op publieke gebouwen. En dat heb ik eigenlijk denk ik heel erg toen ik de bibliotheek van Birmingham deed, hè, wat hier toevallig het boekje ligt, The People's Palace, geleerd dat natuurlijk gaan bibliotheken ook nog over boeken. Maar het gaat vooral ook over het ontwikkeling van je bevolking. Dus al die mensen inderdaad die geen, bijvoorbeeld niet kunnen lezen, daar worden lessen gegeven. Mensen die wil zorgen dat ze een cv leren schrijven. Dat kan je in de bibliotheek leren. Dus dan is eigenlijk education geïntegreerd. Ja, het is heel erg. Het is niet de school. Hè, maar ook heel erg van alle leeftijden. Voor iedereen. Van alle achtergronden. Dat is voor mij ook wel bijna emotioneel geweest. Toen we de bibliotheek van Birmingham deden. Wat de grootste bibliotheek van Europa. In ieder geval op dat moment zou zijn. Was. In een stad die zo multicultureel is. Hè? Natuurlijk Engeland, Engeland wat natuurlijk met de Commonwealth. Dus je hebt heel veel mensen uit Pakistan en uit Bangladesh en uit India. En al deze landen die wonen allemaal in Birmingham, een voormalige industriestad. En die zitten allemaal heel harmonieus bij elkaar in deze bibliotheek. Dat vond ik echt heel ontroerend. Ja. En waarom lukt het? Dus wat zijn de elementen? Wanneer is dan die bibliotheek een beetje het ouderwetse concept wat ik net schetste? En wanneer merk jij van, omdat jij er zo je in verdiept hebt, wat zijn de elementen, wat moet het dus hebben, waardoor het wel een plek wordt wat verenigt en eigenlijk ook mensen met verschillende culturele achtergronden? Nou, om het heel goed, om het ook het, de programmeren. Bibliotheken gaat eigenlijk veel meer over wat je erin programmeert, wat je erin wil organiseren. Om dat te begrijpen. Ook weer toch ook nog eens voorbereid zijn op een toekomst die niemand kent precies. Dus die flexibiliteit te hebben. Wat ik ook altijd heel erg doe, want voor mij is elke bibliotheek die we hebben ontworpen, is echt anders. Die van Birmingham is anders dan die we in TU Delft hebben gemaakt, wat voor een technische universiteit is. Die hebben een andere invalshoek. Of de bibliotheek die we nu in Taiwan hebben gemaakt, hè, waar bijvoorbeeld, dat is ook wel weer leuk, in Taiwan, daar ga je, gaat bijvoorbeeld de kinderbibliotheek, daar ga je, doe je schoenen uit en dan ga je op je slofjes de kinderbibliotheek in. Of in China, of dus ook Taiwan is natuurlijk Chinese cultuur, Aziatische cultuur, zijn de boeken die allemaal zo getekend zijn. De stripverhalen. Heel erg belangrijk. Of daar zijn nog echt heel veel kranten waarin alle oude mensen komen de krant lezen. Maar ook in deze bibliotheek hebben wij gemaakt dat je kan leren koken. Dat zit er ook in. Kookboeken, maar ook kooklessen. Dus het is ontzettend leuk om
in elk land, in elke stad, hè, te kijken wat nodig is. Bijvoorbeeld, wij doen zowel de belangrijkste bibliotheek van Washington, de Martin Luther King Memorial Library, als de New York Public Library. Wat is, hè, dat, in New York zijn zelfs twee gebouwen, de Research Library en de Circulating Library heet dat. Dus dat is de, wat je in Nederland de uitleenbibliotheek noemt. En, maar wat we in New York doen is echt anders wat we in Washington doen. Omdat die steden hebben iets anders nodig. Ja, dus juist niet copy-paste. Nee, dus alles, elke stad wordt hetzelfde. Wat we in de binnensteden bij de retail heel erg zien. Ja. Ja. Jij zegt dus juist, kijk naar de stad. Maar jij noemt de programmering, maar dat lijkt mij, dat is een onderdeel wat jij nou niet tegelijk doet. Dus volgens mij onderschat je je eigen aandeel erin. Het is allemaal van een schoonheid. Het streelt het oog. Ja. Dus volgens mij voel je, is dat toch ook een heel belangrijk onderdeel van hoe jij die ruimte indeelt. Bijvoorbeeld bij, ik weet niet meer welke bibliotheek, maar bijvoorbeeld nauwelijks liften. Hè, omdat jij vindt lopen is, ja, ook belangrijk. Walkable buildings, ja. Dat vind jij ook een belangrijk onderdeel. Ja. Ze zijn misschien zeker toch, in Amerika is dat, ja, uniek en we hebben echt voor elkaar gekregen. Ja, en ook het licht, want eerst scheen het licht op de boeken en de mensen in het donker, ja, dat, ja, heb jij omgedraaid. Ja, ja. Van, let op, waar komt het licht vandaan? Ja. Dus kan je ons misschien toch eens even ook dat, nou, deel, ja, en meenemen? Ook sferen die ik maak, bijvoorbeeld die nu net dan geopend is in New York. Dat is het gebouw aan de overkant van het beroemde gebouw dat iedereen kent met de leeuwen. Hè. Die doen we ook. Ga ik nu niet over vertellen, maar die doen we ook. Hè, maar wie nu net geopend is, is de grootste circulating library, branch library van New York. En maar ik heb me toch laten inspireren door dat beroemde gebouw aan de overkant. En dit was ook in een bestaand gebouw. Een gebouw eigenlijk uit dezelfde periode als het beroemde gebouw met de leeuwen. Hè, uit de Beaux-Arts-periode. Dat was toen, dit gebouw was een department store. Dus een warenhuis. Nou, het zag er van binnen eigenlijk niet uit. Een hele hoop kolommen. Nou, die gevel die konden we opknappen, was wel oké. Maar we hebben echt ingrepen gedaan. Die ene kant zo'n Beaux-Arts-periode respecteert. Bijvoorbeeld als ik op dat stukje Mid-Manhattan in New York zo rondliep en observeerde, zitten nog best veel gebouwen uit de Beaux-Arts-periode. Die hebben allemaal een soort hoed, een chapeau op hun hoofd, hè, een soort bijzonder dak. Dus ik heb op dit gebouw een wizard hat gezet. Er stonden alleen maar installaties op het dak. Dus ik heb echt een gekke tovenaarshoed opgezet. Maar die wel net ook voldoet aan al die richtlijnen in New York, waar ik wel en niet iets mocht maken die met heel de buren. Strikt die heel strikt zijn. Dus de shape, de vorm is heel mooi. Maar functioneel is het heel mooi. En dit is het eerste publieke gratis terras voor het publiek in Mid-Manhattan. Dus hoe leuk is dat? Of wat we daar ook heel specifiek hebben gemaakt. Ik had heel veel kolommen in dat gebouw zitten. Ik denk, hoe moet ik met al die kolommen? En toen heb ik bedacht om long tables te maken, hele grote tafels die eigenlijk aan die kolommen hangen. Waardoor ze een functie krijgen. En dus die kolommen staan eigenlijk in die tafels, waardoor ik wel ruimte heb om eromheen te lopen. Maar eigenlijk is dat ook weer heel erg leuk, want die long tables, hè, dus daar zit je echt op afstand van elkaar. Ik denk, nou ja, dus als we deze tafel zien, ik denk dat die ongeveer, hoe groot is? Ik weet niet meer, 1,50 of zo is de breedte van die tafel. Maar ze zijn wel, 30 meter lang. Maar dat is ook zo'n maat die bijvoorbeeld in long tables heb je ook, vind ik, in de Rose Main Reading Room. Dat is zeg maar die hele beroemde zaal aan de overkant van de straat, waar je allemaal van die hele mooie grote tafels hebt. En ik zag dat die tafels heel goed functioneerden. Dus je kan aan zo'n grote tafel heel goed in je eentje zitten. Ja, want heel veel mensen zitten natuurlijk in eentje in de bibliotheek. Maar het heeft toch een soort collectief gevoel, zonder dat je last hebt van je buurman die te dicht bij je zit. En daardoor is ons gebouw eigenlijk ook heel coronaproof, zeg ik dan. Omdat het heeft plek voor de individu. Maar je kan ook genoeg afstand houden. Nou, dat er ook genoeg lucht is. Nou, ja, ruimtelijkheid. Ja. Je bent een vrouw. En er wordt toch ook wel vaak toegedicht dat jij net die vrouwelijke touch toe kan voegen. Die toch in de grote architecten voor jou, zeg maar, dat die toch net het wat anders, een andere visie zagen. En jij doet best vaak, hè, dus die ga je ook doen met Boijmans van Beuningen, Nederlandse bankgebouw. Ja. Bestaand gebouw, door een man ontworpen, 9 van de 10 keer, ja, ja. Of 10 van de alle 10 keer. Hij is eigenlijk altijd door mannen ontworpen, want
Ja, het is allemaal voor mijn tijd. En voor mijn tijd waren het alleen maar mannen. Ja. En jij respecteert, jij verdiep je eigenlijk in... wat was de gedachtegang toen? Ja, van die architect, want die wil ik wel respecteren. Maar ik geef er wel... Ik ga er niet dogmatisch mee om, omdat... Weet je, in die tijd was gewoon een hele andere tijd. Nou, ook heel macho, maar ook... Ja, bedoel, die gebouwen zijn 50 of 100 jaar oud of zo. Ja, die tijden waren gewoon anders. En dat vind ik zelf wel interessant, want ik moet altijd wel een gevecht leveren, moet ik zeggen, met bijvoorbeeld, hè, vaak zijn het landmark buildings, hè, dus rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten, of nou, in Amerika heet dat landmark. En dan heb je vaak maar te maken met een club, monumentencommissie, zeg maar. En die gaan soms heel dogmatisch met iets om. Weet je, dat iets precies terug moest komen als het was. Ik denk, ja, weet je wel, ik wil wel natuurlijk respecteren hoe het was. Maar ik wil nadenken, wat is deze tijd? Wat is deze tijdgeest? En wat is nu nodig? En daarmee spelen. En dat is me tot nu toe heel goed gelukt. Zeer geslaagd. Dit programma heette eerst... Voor de ommekeer, nu de nieuwe wereld. Ja. Dat was eigenlijk omdat Ad Verbrugge en Paul Verliemd al iets visionairs hadden. Er gaat iets groots aankomen. Dan gaan we de dingen anders zien. Daar wilde ik jou al heel lang graag over spreken. Gelukkig is het nu gelukt. Wat zie jij door deze crisis, hoe moeten we het noemen, door deze impact... De pandemie. Hoe zie jij die impact op de manier hoe we omgaan met architectuur, met steden, de binnen- en de buitenruimte? Ik noem het wel een filosofie die ik eigenlijk al voor deze pandemie had. Hè, wat ik ook omschrijf net met hoe ik met bibliotheken omga, is dat ik het noem het forward to basics. Dus ik noem het ook niet back to basics, maar forward to basics. Dat de toekomst gaat heel erg over basale dingen. En wat zijn voor jou dan basale dingen? Gezondheid, hygiëne, maar ook zelfredzaamheid. Zelf kunnen bewegen. Waar komt het voedsel vandaan? En dat zijn eigenlijk allemaal thema's. Daarom vind ik, Vrienden, familie. Het hoeft niet allemaal van ver te komen. Hè? En vrienden, familie. Want je moet je voorstellen, we hebben niet alleen die pandemie, wat een big issue is. Maar we hebben ook nog eens dingen als eenzaamheid. Heel veel, niet alleen ZZP'ers, maar heel veel mensen die in hun eentje leven. Waar zit nog hun collectieve gevoel of waar is die mogelijkheid? Bewegen en gezondheid is ook een big issue. Zie je dan de bibliotheek als een soort nieuw religieus centrum wat in plaats komt van? Dus wat eerst de kerken voor functie hadden van weer bij elkaar komen. Dat er dit soort openbare ruimtes komen om bij elkaar te komen? Ik denk dat, ik noemde wel de bibliotheken de nieuwe kathedralen van deze tijd. Hè. Ik denk dat dat waar is, maar je moet het wel invullen, niet op de ouderwetse manier. Hè. Want sommige mensen en ook bestuurders, of die hebben soms nog het beeld van de bibliotheek van hun eigen kindertijd. En vaak komen ze zelf niet meer in bibliotheken, want dat hadden ze niet nodig of zo. Of hebben ze niet nodig. Dus je moet wel echt nadenken, en dat heeft Birmingham, het werk aan Birmingham, voor mij enorm geleerd, dat de bibliotheek een enorme economische betekenis heeft. En nu zit het vaak nog in het budget, ook van gemeentes, van cultuur. Maar het gaat gewoon over de ontwikkeling van jouw bevolking. En omdat de tijd zo hard verandert, en long life learning, als het jou niet lukt, dat zie je natuurlijk ook tijdens deze pandemie, de gezinnen die geen laptops of computers of wifi thuis hebben, of waarvan de ouders nog steeds niet... kunnen lezen, maar dat konden ze. En ook met een immigrantenachtergrond. En dat ze misschien geen Nederlands kunnen lezen, dat konden ze ook niet in hun eigen land vaak. Hè. Dus hoe neem je deze mee? En hoe zorg je dat je bevolking, dat is een economisch belang, maar ook een geluksbelang, dat ze mee kunnen blijven doen? En daar speelt de scholen natuurlijk een heel belangrijke rol in, maar ook de bibliotheken. En ik vind dat veel bestuurders dat in zich niet hebben. Of veel mensen dat in zich niet hebben. Die zien het nog altijd als iets van, bij de wijze deze ouderwetse boekenkast, die heel erg belangrijk is, die inhoud, maar er is veel meer. Dus is het dan ook vanuit financiering weg, uit het potjes denken van inderdaad, het is cultuur. Ja, dat vind ik wel. En dat heb ik echt in Birmingham geleerd. Dat je op zo'n manier en je hebt er ook moet kijken. Ik moet kijken, maar daardoor dat er ook meer budget vrijkwam en er meer mogelijk was?
Ja, ik weet niet hoe het budget daar precies was geregeld. Maar ik vind dat, hè, ik richt me nou zeg maar op Nederland, ja. dat er gewoon een economische noodzaak is om die bibliotheken goed te doen. En niet alleen de grote centrale bibliotheken. Hè. Want ik zag natuurlijk dat al een paar jaar geleden dat de wijkbibliotheken ontzettend onder druk zaten. Toen ben ik gaf les op Yale, heb ik met taan, hè, ik was natuurlijk beroemd vanwege mijn grote bibliotheken. Maar ik zeg nee, ik ga de wijkbibliotheken nu agenderen met studenten van Yale. En toen heb ik bijvoorbeeld twee wijken in New York genomen. Chinatown en een gebied waar meer Polen woonden in New York. En een wijk in Amsterdam. En dan heb ik ook de studenten geleerd van, observeer nou, wat heeft Chinatown nodig? Die kinderen van, want bijvoorbeeld in Chinatown zitten bibliotheken vol met lagere school, middelbare school kinderen. Want die ouders die werken zoveel. En terwijl er bijvoorbeeld regels zijn in bepaalde bibliotheken dat je niet zonder je ouders mag binnenkomen. Ja, dat heeft in Chinatown geen zin. Je moet ze juist hebben, want die ouders zijn aan het werk. En in die Poolse wijk was er weer een heel ander issue wat speelde. Daar speelde bijvoorbeeld dat niemand daar kon fietsen of zo. Weet je? Dus daar hadden we ook les om te leren fietsen. En in die wijk die we in Amsterdam namen, woonden bijvoorbeeld heel veel Japanse en Aziatische mensen. Nou, wat hebben die dan weer nodig? Maar gewoon probeer te observeren wat nodig is in die wijk. En zo hebben we nu inderdaad ook twee wijkbibliotheken voor het OBA gedaan. En hoe pakken die uit? Nou, heel erg leuk, omdat het is heel specifiek. Maar wat we dan doen samen met de opdrachtgever. De OBA heeft besloten dat een bibliotheek nooit meer in zijn eentje komt te staan. Het is altijd een samenwerking, of met een café, of met een supermarkt. Of weet je, dat er meer dingen zijn, ownership, en dat je daarmee ook een grotere stroom mensen hebt. Die komen voor iets anders en denken, hey, er is ook de bibliotheek. Of die komen in de bibliotheek en die gaan ook iets dat doen. Ook personeel is natuurlijk altijd kostbaar. Maar ook dat mensen gewoon meer zichzelf kunnen redden in de bibliotheek. Dus ook anders met personeel omgaan. Dat is wel heel erg leuk hoor. Ja. Forward to basic. Hoort daar ook hygiëne? Gaan we meer... We willen dat openbare ruimtes meer hygiënisch zijn? Is dat ook iets nou, wat je denkt? Ik denk het wel. Het is voor mij ook heel grappig. Hè. Er is ook een soort documentaire gemaakt toen ik de New York Public Library aan het ontwerpen was. En ik herinner me het moment dat ik bijvoorbeeld in de metro sta, die heel druk is in New York. Ja. Maar weet je, dat je dat allemaal daar vast moet pakken, is gewoon niet prettig of zo. Ik ben helemaal geen freak op... maar dat is gewoon een issue. Of ik had ook al bij de New York Public Library voorgesteld dat ik dat we een soort leuke kist zouden ontwerpen. En er zouden potloodjes in zitten en iets met tissues. Zodat, hoe fijn is het als jij je eigen plekje even schoon kan maken? Waarom moet je denken dat wel de schoonmaker 's avonds of 's nachts komt om schoon te maken? Ik bedoel, je zit dan... bij bibliotheken, ja, op diezelfde tafel heb je die plek waar wij nu zitten. Daar zitten 3, 4, 5 mensen op een dag. En op die stoel. Ja, hygiëne is een issue. En hoe lekker is het als ik kan denken, nou... Doe het even zelf. Doe het even zelf, of ik heb er niet geweest. En eigenlijk hebben we dat heel erg in coronatijd is dat gekomen. Maar dit had ik al 5 jaar geleden in New York was ik daarmee bezig. Het klinkt heel tuttig, misschien wel heel vrouwelijk. Ik vond het gewoon een issue. En jij ziet wel ook dat meer geïntegreerd in denken gaat worden over hoe we gebouwen gaan bouwen. Van, ik kan me daarna, ja, buiten dit van oké, je eigen plek, maar toevallig was die tafel die jij net beschreef dus ook al 1,5 meter. Ja. Gaan we dus zeg maar ook anders om met de openbare ruimte van dat er inderdaad al meer rekening gehouden wordt met verder afstand van elkaar. Of is het juist community, je wil elkaar ontmoeten, je wil elkaar zien, juist in die openbare ruimte? Nou ja, ik denk een combinatie, maar dat je niet hutje-mutje op elkaar zit. En ik denk dat er veel meer aandacht komt voor ventilatie. Gewoon... De aerosolen. Ja, ja. En dat is natuurlijk toch het leuke... En dan weer ouderwetse ramen open of ook. Dure ventilatiesystemen met filters? Ook. Het ligt ook aan de oplossing, maar je hebt ook wat heet mixed mode ventilation. Dat hebben we in Birmingham gedaan. In New York, er zijn ook culturen rond ventilatie. Dus bijvoorbeeld in New York, maar ook in Taiwan, daar kan het behoorlijk heet zijn. En daar hebben ze, je moet ongeveer met je jas naar binnen in de zomer in New York. Dat is ook koud.
Het is gewoon belachelijk. Ja. En de raam mogen maar zo'n stukje open, want ja, anders denk, kan je eruit springen. Hè, want dan laat ik ook zien, want die opdrachtgevers komen natuurlijk ook bij ons op het bureau. En wij zitten in Delft en we hebben een pand wat sommige delen wel 500 jaar oud zijn. En we hebben natuurlijk gewoon verwarming en ventilatie en de ramen kunnen open. Maar wij zijn ook niet zo dogmatisch als het nu, het is nu 30 graden misschien buiten. Maar dan zitten wij niet te koelen tot de 18 graden of zo. Ik bedoel... En in de winter, nou, je houdt ook een beetje met je kleding rekening. Je moet daar altijd nog vestjes. Maar in New York, het is volkomen gestoord, ook in Washington. Hoeveel ruimte zij ook voor installaties in een gebouw nodig hebben. Ja. Echt. Ja, om die koeling voor elkaar te krijgen. Ja, en ik vind het niet gezond. Ja. Je wordt heel gauw verkouden en dat kost ook veel geld. En dat is niet gezond, je moet een combinatie hebben. En je denkt ook wel dat daar nu meer... Ik hoop het. En je merkt wel dat je met die Nederlandse houding en die Europese houding... dat ze dat wel interessant vinden. Maar soms zijn er ook... Amerika is natuurlijk een heel erg land wat ook... iedereen is bang dat iemand anders gaat sjouwen. Ja, dat is enorm. Dus dan zegt de installateur die het ontwerp moet doen, die zegt... ja, maar ik moet per se tot 18 graden kunnen gaan, want dat staat in dit en die richtlijn. Protocol, ja. He, dus nou ja, dat soort gezeur. Maar goed, daar gaan wij gewoon met frisse Hollandse... Ja, nou, en licht, vitamine D, buitenlucht, groen. Ja. Zijn dat allemaal wel elementen waarvan jij denkt, ja, dat gaat... Ja, want jij zei tegen mij van, het gaat nooit meer worden als voor de pandemie. Ja. Dus ik ben dan heel nieuwsgierig wat zijn groen lijkt mij. Dus in nou ja, ik denk dat je daar... mensen zijn er ook veel meer van bewust. En dat moet gezondheid, hygiëne. Maar ook de hele biodiversiteit en de hittestress in de stad. Als je zoveel, pavement wil ik zeggen, bestrating doet, is smoorheet. Dus er moet gewoon... Meer groen in. Meer groen in de stad. En die tegels eruit. Ja, van deel wel. Ik denk dat we de 70 jaren met, die tuintjes aan de voorkant van de straat, straattuintjes, heel erg terug gaan komen. Maar het is ook nodig. En de daken, dus in steden heb je natuurlijk ook de daken die groen kunnen worden. Ja, en ik denk wel, dus gemeentes kunnen het stimuleren, maar de gemeente bezit natuurlijk niet al die daken. Dus ik vind het heel erg belangrijk en het is ook wel interessant aan deze tijd. Ik vind de jonge generatie is hier veel meer mee bezig, veel bewuster van. Kinderen ook. En heel veel daken zijn natuurlijk van of privé mensen of van een vereniging van eigenaren. Die moet je natuurlijk toch iets gaan bedenken van dat je dat wil. Of misschien moeten die bewoners die daar wonen op de een of andere manier gestimuleerd worden dat je dat wil. Of dat de kinderen van die bewoners dat aan de orde gaan stellen. Maar het was ook wel grappig. Mijn dochter woont op 12 hoog in Rotterdam. En als je met die ogen, en zij woont in het centrum. En als je dan denkt, oké, groene daken. Nou, zij kijkt er echt alleen maar uit op daken. En dat is in het centrum. Die nog asfaltpapier zijn of zink of wat dan ook. Maar in New York ook. Zie ik ook niet heel veel daken groen. Nee, nou ja, ik bedoel... Ik zie vooral installaties erop staan. Ja, New York en Amerika is helemaal verschrikkelijk. Ja. Dat is helemaal verschrikkelijk. Behalve ons dak van de bibliotheek. Ja. Daar heb ik planten opgezet en bomen. Ja, nou je ziet natuurlijk nu ook bij Boijmans van Beuningen die depot. Daarbovenop staat ook wat groen. Is sowieso het meenemen van die buitenruimte, dat is ook... Iets wat jij volgens mij vaak wil, wat je net ook zei, ook het gebouw er tegenover of het groen meeneemt in de omgeving. Ja, ik heb dat is eigenlijk al vanaf ons allereerste gebouw, Kruisplein, is groen en openbare ruimte mijn hobby geworden daarbij. Ja, serieuze hobby hoor. Dus ik doe altijd integraal. En dat krijg je voor elkaar? Ja, heb ik voor elkaar. Het is vaak wel knokken, want soms moet je... Ja, of samenwerken met de gemeentelijke diensten. Maar ik weet niet, dat was toen... het was altijd wat knokken, maar ik heb het wel voor elkaar gekregen. Maar ja, vervolgens gaat het dan ook nog eens, als het af is, over het hele beheer. Ja, ik was vorige week... we hebben een wijk in Prinsland ontworpen. Ik denk nu 25 jaar geleden of 30 jaar geleden. En ik was een hele mooie wijk. Die is over de hele wereld gepubliceerd. 650 woningen, denk ik. 500, 600 woningen. Een tuinstad, nieuwe tuinstad... En de directeur, Maria Molenaar, van de woningcorporatie, die zei, goh, laten we er eens doorheen lopen.
En wij hadden ook alle tuinen ontworpen. De collectieve tuinen, natuurlijk niet de privétuinen. Hè. Een Franse tuin, een Engelse tuin, een Japanse tuin en een Hollandse tuin. Maar ik kan nog de sporen zien, maar het is gewoon niet onderhouden. Dus het gaat ook, hoe maak je de hele link van wat je bedenkt, wat je misschien ook moet updaten, weer in deze tijd moet plaatsen, in combinatie met de mensen die het moeten beheren. Waar vaak helemaal geen communicatie is in die hele lijn. Dus nou ja. Dus nu dat zie je ook steeds meer bij parken, toch? Parken. Beheren is een probleem. Beheren is een probleem. Dus het was bedacht bijvoorbeeld als een romantisch paadje zand. En dat wordt geasfalteerd. Dat is handiger. Dat asfalt, dat rommelt net een beetje verder. Ja. En dan heb je eigenlijk bijna een halve snelweg in een park. En dat... Nou ja, ik vind het toch gebrek aan leadership. Vanuit wie moet de gemeente, vind je daar? Dat is de gemeente of de woningcorporatie die een groot iets hebben. Of, nou, ga er ook vaker kijken. Dat moet ook, gebeuren. En ik zeg in ieder geval bij onze werk, want we hebben natuurlijk best veel gemaakt en gebouwd in Nederland, waarin die openbare ruimte een belangrijke rol ligt. Ik moet er zelf ook gaan kijken natuurlijk. Maar weet je, neem contact op. Ik vind het ook leuk om met de huidige bewoners, die nu... want misschien hebben wij het in de tijd bedacht dat er is een helemaal nieuwe wijk, dat er veel mensen met jonge kinderen gingen wonen. Ik heb begrepen dat het is zo'n populaire wijk, dus iedereen is daar blijven wonen. Dus misschien is er eigenlijk een vergrijzing aan de gang die die openbare ruimte anders gebruikt of zo. Maar goed, laten we met de mensen praten om eens te kijken, om ook het oorspronkelijke idee uit te leggen. Wat werkt niet? Hoe zit het met onderhoud? Hoe zit het met geld? Kan je zelf ook wat doen? Of, nou, laten we het erover hebben. Ja, ik vind jij nog heerlijk open daarin staan. Gewoon bijvoorbeeld bij mezelf. Kijk, ik heb ook eigen winkels die ik zelf ontwerp. Ja. Met een bepaalde visie. Maar je moet daar gewoon heel erg op letten dat dat niet vanuit praktisch... Ja. Helemaal, voor je het weet, staat de kassa daar en dat daar. Omdat mensen hebben in het gebruik, vinden dan dingen... Ja, gaan ze veranderen en doen, dat doen ze niet. Maar dat is wel het gedrag. Ja. He, dat is zoals mensen zich gedragen. Dus dan moet je inderdaad behoorlijk oog op hebben dat dat niet gebeurt. Nou, en gaat gewoon over communiceren. Als dingen misgaat, gaat het altijd over communicatie, zeg ik. Ik bedoel... En wat ik ook vaak merk, dan zegt ook bij onze gebouwen, waar ik dan wel kom, gebouwen die oorspronkelijk van ons zijn, ons ontworpen, zijn natuurlijk nooit van ons. En dan zeg ik, goh, dat of dat klopt niet. En dan, ja, nee, of dan willen die mensen iets veranderen en dan zeggen ze, ja, mag niet van de architect. Ik zeg, nou, dat heeft echt nooit iemand mij opgebeld, hoor. Ik bedoel, dus het is ook een soort... gemak. Herken ik ook. De deur is altijd dicht. Zei, ja, dat heb jij opgedraaid. Dat heb ik nooit opgedraaid. Ja. Gooi die deur lekker open. Ja, dus ze maken hun eigen... het is gemak. Ja. Dan zeg je van, dat is gewoon niet waar. Ik bedoel, bel op. Ik bedoel, ik ben heel toegankelijk. Ja. Soms moet er inderdaad wat anders. Nou, dat maken we toch anders als dat... dan zorgen we wel dat het weer goed uitziet en dat het goed functioneert. Maar is die openbare ruimte... jij hebt dat alles heel lang vanaf het begin als heel belangrijk gezien. Ja. Maar zijn we dat door de pandemie? Veel mensen hebben letterlijk opgesloten gezeten. Ja. Of mochten in hun stad dan nog wel wandelen. Parijs ook. Toch, mensen zijn gaan wandelen, mensen zijn gaan fietsen. Ja. Wanneer het mocht. Ze leven toch vrij kleine huizen, appartementen. Geen eigen tuin. Verwacht je dat dat ook een impact gaat hebben over hoe we gaan nadenken dat die openbare ruimte eigenlijk de tuin wordt van de mensen in de stad? Ik weet het zeker, maar dan moeten de gemeentes ook hun ownership daarvoor nemen, hun verantwoordelijkheid voor nemen. Het is ook wel heel erg grappig. Ik woon zelf heel, heel mooi aan de Kralingse Plas in Rotterdam en er zit een groot groengebied voor mijn huis, wat natuurlijk gewoon voor de bewoners van de stad is. Het is daar, de hele pandemie is het daar hartstikke druk. Het is bijna het café van de stad, zeg ik. Mensen gebruiken het. Ja, echt heel veel. Dus het is ook eigenlijk wel leuk om te zien. Maar dan realiseer je... en ik heb ook een dochter met een hond en dan ga ik er ook, en dan mag ik wel eens de hond lenen. Vind ik superleuk, ga je er rondlopen. Maar dan kom je er ook achter en je denkt van... zijn er toiletten geregeld in de parken van Nederland? Nou, en mijn dochter die woont dan in de binnenstad. Ik plas altijd in de borstjes daar. Nou ja. Nou, dus dat, ik bedoel, waarom zijn er geen openbare toiletten? Ja.
in het hele museumpark in Rotterdam, waar ook nog manifestaties worden gehouden of evenementen, zijn geen toiletten. En dan leer ik het kijken met de ogen van mijn kinderen. Hè. Die zijn zo rond de 30 en die dan ook in de binnenstad wonen. En eentje dus die heeft een hond. Die weet precies waar alle homeless of waar er gepoept wordt. Gewoon in de binnenstad van Rotterdam. Ja. Kan niet. Ja, het is wel heel banaal waar ik over praat. Nee, maar het klopt. Bedoel, waarom zijn er geen publieke toiletten? Nee, maar dat hebben wij vrouwen zeker heel erg gemerkt toen de horeca dicht was. Ja, dat is ook. Dan moest je helemaal plannen. Ja, dus dat was moest je echt gaan plannen. Omdat je dus merkte, er zijn geen openbare toiletten. Maar ik ben echt verbaasd. Ben ik nou de enige die die dit vindt? Of is het raar dat ik hierover praat? Ik denk, nou, als je het over hygiëne hebt, dan is dat natuurlijk het feit een van dat de eerste dingen. Een van de eerste dingen. Het feit dat we goede riolering hebben en hygiëne in een stad, dat heeft heel veel ziektes uit de steden gehaald. Maar ja, als je dat zeg maar niet goed faciliteert. Maar de horeca heeft daar natuurlijk veel opgevangen in het verleden. Ja, als ze open zijn. Weet je, dan ging ik toch even stiekem. En ik denk dat er heel veel mensen even stiekem gaan dan even natuurlijk bij die horeca naar binnen. Nou, voor mijn huis is geen horeca. Maar goed, het is het gewoon toeval. Maar ik denk, het geeft mij een soort bewustzijn. Hè, nogmaals, ook omdat ik dan met de ogen van mijn dochter kijk die naar de binnenstad woont. Ik denk, dat klopt toch gewoon niet. Maar goed, even heel... Maar goed, misschien... Ja, maar is dat toch ook toch weer die vrouwelijke touch? Nou, het is wel grappig, want ik deed mee aan een competitie voor die grote, hele belangrijke bibliotheek in Washington, D.C. En toen vroeg ze bij een interview, wat is het een van de grootste problemen in bibliotheken? Toen zei ik, de toiletten. En dat moesten ze ontzettend om lachen. Dat is zo'n namelijk... grote mevrouw die dan daarover praat. Weer een beroemde architect gaat het over toiletten hebben. Maar het is echt zo. Daar wordt alles, hè, in de bibliotheken, daar zitten alle homeless, zeker in Amerika. In Nederland heb je ook wel de zwervers zitten. Daar wordt alles wat gejat wordt in de winkels, wordt daar... Er gebeurt heel veel. Er wordt gespoten, er wordt wat gestolen is, wordt daar de kaartjes afgehaald. Er wordt de herenliefde vindt het plaats. Er gebeurt van alles in die toiletten. Dus het is gewoon echt een issue hoe je dan dingen dan toch ontwerpt, waardoor je sociaal veilig voelt, dat het hygiënisch is. En natuurlijk faciliteren we ook de homeless, dat is niet een issue. Maar dat je wel nadenkt... Wat is de stad? Wat is de populatie? En wat doe je daarvoor? Nou, ik vind het ook wel interessant dat je aangeeft van hoe voel je je veilig. Ik heb bijvoorbeeld vaak in openbare ruimtes, als daar een deur is die heel zwaar open en dicht gaat, vind ik als vrouw onveilig. Want dan weet ik kan gewoon niet heel snel weg. Dat onbewust weet je dat gewoon als vrouw. Zo zijn er heel veel van die dingen die je als vrouw altijd ben je aan het aftasten of het veilig is. Dus daarom vind ik dat interessant dat jij dat nu ook noemt. En wat is dan, zeg maar, hoe maak je dat dan veilig? Door het heel knap te maken? Want dat zie je dat heel weet vaak. Ik wel, want dan gaat het... Het is ook wel grappig, even nog een anekdote. Dit zijn even hele banale discussies, hoor. Ik had over hele grote dingen te hebben. Maar het is een strijd die ik in Birmingham heb verloren. Een grote bibliotheek, ik geloof 40.000 vierkante meter... Daar speelt natuurlijk ook de discussie van toiletten. En ik raadde hun aan. En dat is een gebouw van... Even kijken, 10 verdiepingen hebben we geloof ik gemaakt. Maar goed, dus ik zei, maak op 3 plekken gewoon een hele grote collectieven... waar heel veel toiletten bij elkaar zitten. Want dan kan je toezicht houden, dan zit er een stroom van mensen. Maar het was een strijd dat je... Er was ook een reglement dat in die bibliotheek moest dan om de 30 meter een toilet zitten... voor iemand in een rolstoel. Dus nu hebben we door dat hele gebouw verspreid overal 2 toiletjes... Die gaan vervolgens allemaal op slot, want die zijn sociaal niet veilig. Hè? Want je gaat naar een toilet en er zit net 1 iemand, er zit geen stroom. Dus je moet ze bouwen vanuit de regulering en dan voor de veiligheid moeten ze weer dicht. Ja, en ik heb dat van tevoren voorspeld. Ja. Maar dan zijn ze zo bang dat anders misschien de club van mensen in een rolstoel gaan protesteren... en dat ze dan geshoot worden. Ja. Maar hoe kan het wel? Hoe kan je toch dit probleem... In Washington heb ik het wel gewonnen. Ja, dat het dus wel veilig voelt. Ja, dus dan leg ik dat ook echt als voorbeeld uit. En dan maak ik ze op een... Nou, we gaan over toiletten praten, maar goed. Nee, ja, ik vind het toch belangrijk ook. Dat gaat over de entree. Dus we maken dan vaak geen deur. Dus dat het wel is dat je niet zichtbaar bent, maar wel dat het heel makkelijk loopt. En het gaat gewoon over sociale ogen. Zitten er ogen op het gebied? Voel je je... Je kan beter een aantal toiletten bij elkaar hebben, want dan lopen een aantal mensen in. En als je bijvoorbeeld maar 1 of 2 toiletten hebt, kan jij gewoon
ja, dan kom je in een, hoe heet het? Jij gaat daar net in en iemand komt eruit en dat voelt gewoon niet prettig. Ja. Want of diegene kan jou pakken of zo. Weet je, dus een aantal van dit soort simpele dingen. Het gaat gewoon over flow of people. Ja, ik vind het toch leuk. Jij hebt ook een keer, dat ben ik gewoon nooit vergeten. Dat bleek in de Volkskrant magazine te hebben gestaan. Van wat doe je in het weekend? Oh, ja. En toen zei jij ook iets. Dus jij hebt gewoon oog voor die hele menselijke kleine dingen. In het weekend, wat doe je in het weekend? En jij deed dan met je dochter wekpotten maken. En dan deed je de labels van dat Albert Heijn potje afweken. Ja, ja. En die hergebruikte je. Dat is natuurlijk circulair. Ja. Ik vond dat ook zo opvallend. Dat ik dacht, wow, heb jij daar überhaupt nog tijd voor om te wekken in deze drukke... Ik bedoel, jij bent met zoveel plannen en panden tegelijk bezig. Maar dat je toch oog hebt voor, nou ja, of het nou een toilet is of voor zo'n label. En waarvan je eigenlijk oproept tot Albert Heijn van, maak die labels nou zo die je makkelijk eraf kan halen. Kunnen we het hergebruiken? Ja. Ja, dat vind ik dan ook leuk. Maar sowieso is voor mij dat... mensen die mij ook kennen, ik ben binnenkort jaren ga ik dus de jam sessions doen. Dus dan vraag ik iedereen om te... want we hebben ook ergens een boerderij en daar hebben we allemaal bessen, kersen, kruisbessen, alle soorten. Ik maak de meest gekke jammen. Heel interessant, met alle andere kruiden erbij. Het houdt mij bij de seizoenen. Kijk, nu heb ik de laatste anderhalf jaar of wel ruim een jaar niet meer veel gereisd, bijna niet. Maar andere jaren was het zo, weet je, dan was je naar Taiwan of je was naar Chili toe. Dus die seizoenen raak je kwijt. Ik vind die seizoenen heel belangrijk. Dus dat hield mij letterlijk met mijn voeten in de klei. Dat zegt mijn man ook altijd. Komt ze terug uit Taiwan of uit Chili. En het eerste wat ze gaat doen, ja, in de zomer, natuurlijk niet in de winter. Dan moet die natuur die wacht niet. Ik moet die bessen moeten geplukt worden. Of die kersen, ja, binnen 2 weken zijn ze weg. Zijn ze opgegeten door vogels. Of... Daar ging het bij mij vaak mis. Ja maar voor mij is het ook een soort... Ja, het ging ook niet altijd goed. Maar het is een soort zen. Het is voor mij... en dan ook doe ik dat met familie en vrienden. Gaan we dat die jammen maken. En dat is ook weer iets leuks om weg te geven. Ja, maar ik vind het dus ook... Ja, het is zo'n obligaat woord. Of combinatie van woorden. Maar de menselijke maat. Is dat toch gewoon... Weet je, de seizoenen. Waar komt het licht vandaan? Met de familie samen iets doen. Ja. Is dat misschien toch... een soort wel breuk met je voorgangers. Die... Ja, toch een beetje testosteron gebouwen bouwt. Ja, misschien wel. Een grote toren erop. Ja. Nou, ik hou ook wel van een mooie... Montevideo is ook een mooi gebouw in Rotterdam. Misschien wel. Ik kan niet voor al die anderen praten. Maar ik vind het ook leuk om... kijk, wij hebben natuurlijk ook heel veel... Mijn oorsprong, is de stadsvernieuwing van Rotterdam. Of überhaupt de stadsvernieuwing. Nou, ik zeg ik wel eens tegen mensen, dat is al 40 jaar geleden. Je wil niet weten hoe Rotterdam of Amsterdam... Ik weet het, ik woonde er toen. Het zag er niet uit. Hoe die wijken eruit zagen. Verschrikkelijk. En heel onveilig. En heel onveilig. Maar ik ging er gewoon lekker, al was het in mijn eentje, daar rondlopen. Ik ook, ja. Dan vonden ze het vervelend. Ik fotografeer altijd veel, dat vonden ze vervelend. Want dan waren ze bang dat ik fotografeerde de homeless of de junks of wat dan ook. Maar ik probeerde eigenlijk te snappen... Hoe zit die stadsvernieuwing in elkaar? Wat moet hier gebeuren? Wat voor typologie aan woningen wil ik maken? Waarom gaan bepaalde plekken mis? Dat had er heel erg met de bergingen te maken. Dus ik heb een hele nieuwe typologie gemaakt in de stadsvernieuwing. Waarin ook die bergingen op een hele leuke manier zijn opgelost. Berging van? De fietsen. Je moet bergingen maken. Maar ook dat er gewoon ogen op straat zijn. En dat er ook een soort collective feeling is in de straat als publiek domein. Dus we hebben in het begin jaren heel veel juist de vernieuwing van de stadsvernieuwing gedaan. Daar zijn we eigenlijk groot in geworden. En die houding die ik toch in het oude Westen zeg maar geleerd heb, die heb ik toch mijn hele leven bij me gehouden. Ik woon daar met heel veel plezier, want het is niet normaal zo mooi het is geworden ook. Ja, en hoe leuk toch? Zo ontzettend geslaagd. Ja. Nou, daar hebben wij natuurlijk ook een rol in gespeeld als Meccano. En het Meccano. Was ongeveer de meest criminele straat. Ja. Het was onveilig. En hoe je dat toch kan ombuigen. Nou, en wat ook interessant is, omdat je het over het Oude Westen is... dat was natuurlijk toch echt een goede samenwerking tussen de woningcorporatie... de dienst volkshuisvesting van de gemeente... de bewonersorganisatie en de architect... Ja, dus met z'n vieren pakten wij al die niveaus. En dat
Nou, die manier van echt collectief samenwerken, die is wat verloren gegaan, vind ik. Dat was natuurlijk ook momentum. Ja. Ik doe dat stuk van Nederland werd volgens mij echt gezien als het ongeveer de rotte plek, de rotte appel. Dus misschien was er ook momentum waardoor die urgentie gevoeld werd, dit moeten we echt oplossen. Nou, het is ook een tijdgeest. Hè? Dus natuurlijk toch, ik heb zelf gestudeerd in de jaren 70, begin jaren 80. Dus dat, ja, die jaren 70 was ook een heel engagement, weet het. En ik dacht alleen, heel veel van de architecten werden ook helemaal geen architect. Er was ook een hele grote werkloosheid. Dus die werden bijna allemaal, ging die of de politiek in, of bij de woningcorporatie werken, of bij de bewonersorganisatie. Dus je had veel collega's. Ja, dus je kwam eigenlijk heel veel oude bouwkundestudenten tegen daarin. En wij waren eigenlijk een beetje fout, hè, want wij gingen ontwerpen. Dat was eigenlijk nat dan. Maar ik dacht, ja, weet je, ik wil me maatschappelijk inzetten, maar ik wil wel dat met mijn potlood doen, met het ontwerpen. En dat heeft heel goed gewerkt. We hebben echt, ik vind echt dat wij echt een hele grote rol hebben gespeeld in de verbetering en de vernieuwing van de sociale woningbouw in heel Nederland. Ja. Dat durf ik te zeggen. Nou, ja. En dat mag ook zeker. Ja. Vanuit die stap dan naar die openbare ruimtes, bibliotheken. Maar hoe zie jij dat zelf nu, zo'n Boijmans van Beuningen, belangrijk cultureel gebouw, veel om te doen geweest. De Nederlandse Bank. En circulair bouwer. Dus hoe zie je dat? Nou, eigenlijk zit dat toch voor mij als een soort rode draad door het werk. Want wat we proberen te doen, bijvoorbeeld met de Nederlandse Bank. Wat wel gezien wordt als het lelijkste gebouw. Of het meest gehate gebouw van Amsterdam. Waar natuurlijk ook het goud in opgeslagen was, waardoor er ook de marechaussee en die keien omheen lagen. Je mocht niet stoppen daar toch? Je mag niet eens. Ja, dat was gewoon. Maar goed, het goud oppikken. Is nu weg. Ja. En wij hebben een heel plan gemaakt om. Dus nu is het eigenlijk een financieel. Het is eigenlijk ook eerder ook geen bank, het is meer een financieel onderzoeksinstituut, vind ik. Dus toen ik de mensen sprak, vond ik het net bijna een stuk universiteit wat ze daar doen onder leiding van Klaas Knot. Super interessant. En eigenlijk ook, en daar hebben ze natuurlijk ook allemaal security zones, maar voor dat goud hoeven we niet meer de security te doen. Dus nu gaan we doen dat een deel van het gebouw, bijna net als een bibliotheek, veel meer publiek wordt. Er komen tentoonstellingen in. De eerste zone mag ook iedereen gewoon binnenlopen. Er kunnen lezingen gehouden worden, er komt de piano te staan. Je kan daar grote longtables, net zoals trouwens bij mij en toen ik bouwkunde studeerde, hadden we ook grote tafels staan. Dus het krijgt veel meer die sfeer. We gaan die ronde toren, die wordt nu afgebroken. Ook wel superleuk, want die wordt helemaal gedemonteerd, helemaal circulair. En er worden 3 paviljoens van gebouwd, van die toren die we ontmantelen. En waar die toren stond, die ronde toren, daar komt helemaal een tuin. Oh, mooi. Ja. En ik noem het is bijna een soort kloostertuin die we kunnen openstellen. Net als een kloostertuin is ook niet altijd open, dus afhankelijk van tijd of voorstellingen kan die kloostertuin opengezet worden. Daar komt ook kunst in te staan. Er komt ook allemaal mooie planten die we hebben bedacht. Ook nog een stukje fontein, denk ik. Maar ook een gedeelte is overdekt. Daar willen we dat er ook voorstellingen gespeeld kunnen worden. Echt gewoon heel informeel. Dus dat het ook voelt dat. Van de buurt? Dat het. Van de buurt of zelfs van Amsterdam of van heel Nederland. En dan pakken we ook. Ook welkom. Ja, en ook we maken de entree aan het Frederiksplein. Komt het in het midden te liggen. Door de kluis heen. Daar zijn we nu een gat aan het zagen. Loop je zo door de kluis heen de bank binnen. En eigenlijk ook, en dat doen we samen met de gemeente Amsterdam, gaan we het hele Frederiksplein met tot alle randen van de huizen meer Frederikspark maken. We gaan niet de naam veranderen hoor, dat is gewoon een werktitel. Ja, maar het wordt wel veel meer groen. Veel groener. En dat is ook leuk dat. Want het is daar bijna een soort angstige. Ook als je er rijdt, het geeft iets. Het gaat fantastisch sfeer. Worden. En ook, ik kom natuurlijk nu veel in het gebouw, want ze zijn nu aan het slopen. Ook interessant, het heet urban mining tegenwoordig. Hè? Dus je doet niet meer je materialen verzamelen onder de grond, maar juist boven de grond met de sloop van materialen. Dat is super interessant. Omdat je die opnieuw gebruikt? Opnieuw gebruikt. De beton die afgevoerd wordt, die gaat naar een speciaal bedrijf toe in Zaandam, Amsterdam-Noord. Daar wordt het helemaal ontleed hoe je toch nog. Hè? Want cement en beton is iets wat heel. Niet duurzaam is. Echt heel milieuvervuilend in de hele wereld. En er wordt natuurlijk heel veel gesloopt.
Dus maar uit die sloop beton kan je nog de cement en het zand en deels hergebruiken. Ja, dan kan je destilleren en dan weer hergebruiken. Dus ja, dus ook, en het gaat dan met elektrische bootjes daarheen. En dus ja, dat is super interessant. In die zin, we leven in zo'n interessante tijd. Dus die hele... Neem ons mee. Ik bedoel, dat vind ik denk ik ook een sombere tijd. Dus het is even... Dus, somber. Kijk, somber omdat je zegt die pandemie. Ik heb natuurlijk zelf het voordeel dat ik niet heb... Ik heb niet in mijn directe omgeving van mensen die superziek zijn geworden of overleden. Hè? Dus ik heb makkelijk praten. Voor mij was het heel interessant om een jaar eigenlijk heel gefocust hier in Nederland te zijn. Om ook goed na te denken wat er gebeurt. En eigenlijk denk ik, ja, iets wat ik al jaren zeg, dat forward to basics, dat heeft het is voor mij zo helder dat dat inderdaad moet gebeuren. En, en dat we eigenlijk ook naar, dat, het gaat heel erg over normen en waarden. Want daar draait het in de wereld toch over. En ik ben ook bijvoorbeeld bezig afgelopen jaren een heel plan voor Rotterdam-Zuid te maken. En dat komt, het is echt wel grappig omdat je het noemt, dat ik natuurlijk vroeger Oude West en dat soort stadsvernieuwingswijk heb gemaakt. Maar een van de grootste probleemgebieden in Nederland is heel Rotterdam-Zuid. Ja. Ja, dat is nog niet opgelost eigenlijk. Nou ja, maar ik denk, ja, hoezo ja. Rotterdam-Zuid? Er wonen 200.000 mensen. Dat is als een gewoon een grote stad in Nederland. Ja. Hebben geen intercitystation. Heeft net één metrolijntje met 5 stops. Terwijl op Noord liggen er 30 stops. Weet je, er is zoveel wat gewoon niet klopt. Het is gewoon helemaal niet verbonden. Het is niet ontsloten. Het is niet ontsloten. En woont ook gewoon ook net zo goed aardige mensen als in andere wijken in de wereld. Met heel veel verschillende culturen. Ja, maar goed, dat hebben we overal in Nederland toch behoorlijk. En dat is ook inspirerend als je daar goed mee omgaat. Maar ja, Rotterdam-West heeft dat ook zeker. Ja, heeft dat ook. Dat werkt nu fantastisch. Oude Westen ook trouwens. Maar ook bijvoorbeeld de onderwijsinstellingen, de hoger, hè, en er zit bijna alleen maar mbo bijvoorbeeld. En ook wel wat hbo op Rotterdam-Zuid. Maar alle de universiteiten en zo zitten er niet. Dus we zijn nu bezig, dat is super interessant deze coronatijd, ook met alle onderwijsinstellingen van Rotterdam. En met op de achtergrond ook nog eens Leiden en Delft. Om eigenlijk een plan te maken hoe we... En waar we onderwijsinstellingen op een logische manier op Rotterdam-Zuid kunnen leggen of projecteren. In combinatie met de vernieuwing van het openbaar vervoer. Om betere openbaar vervoersverbindingen te krijgen. En de stad ook dit deel te vergroenen. Hoe gaan we met de dijken om? Nou, een heel verhaal over de havens. Dus ik heb hier een heel verhaal over gemaakt. En daar als een soort zwaan kleven aan... hebben hier met allerlei mensen op aangehaakt... en hebben we nog verder doorgewerkt om die visie van Rotterdam... met al die mensen, hè, ook vooral de onderwijsinstellingen en de RET... die over het openbaar vervoer gaat... om dat samen af te maken. Maar education, dat komt toch ook regelmatig voor bij jou, hè? Dus dat het toch die ruimte, openbare ruimte, maar ook het gebouw... dat zit ook weer in de Nederlandse Bank. Toch, hoe kan het... Ook dat het de buurt, de wijk, de stad... En alle leeftijden. Dat vind ik ook erg belangrijk. Alle leeftijden, alle culturen. Ja. Dat is volgens mij ook... Iedereen moet zich welkom voelen. Ja. En dan speelt ook weer... Er zijn natuurlijk ook mensen die verlegen zijn of onzeker zijn... of eigenlijk de taal niet spreken of niet kunnen lezen. Daar moet je ook voor zorgen. En die moet je ook proberen van, kom binnen. Kom, je mag hier klassen lopen. Je kan hier, neem ook je buurvrouw mee. Ga hier zitten breien. En ondertussen leren we je de Nederlandse taal of de Engelse taal. Of we leren je digitaal. We leren je hoe je met een computer om kan gaan. En doe dat op een hele lieve manier. Hè? Want kijk, jij en ik, wij komen wel binnen sjouwen. Maar dat is ook een grote bevolkingsgroep die gewoon heel onzeker juist, is. Juist de schoonheid, zeg maar, werkt vaak hoogdrempelig. Dat werk ik ook, merk ik ook bij mijn winkels. Dus dat is wel een beetje veranderd, maar toch dat ze zeggen van... ja, dat is niet voor mij, dat is zo mooi. En dat werpt ook vaak, en dat zie je ook vaak bij een goed feest. Daar zit iedereen in de keuken, weet je wel, want daar heb je het aangekleed. Ja, ja. Dat is ook leuk dat je dat zegt. Ja, dus dat is... Dus hoe weet jij dat toch te... Dat die schoonheid, die vind ik echt zo'n onderdeel is van de kracht ook van jouw werk. Die duwt
criminaliteit weg. Dat is ook altijd net op zomerstraten. Dat is ook. Dus dat juist door de plantjes duwt het eigenlijk criminaliteit weg. Maar hoe werkt het dat het niet te hoogdrempelig werkt? Nou ja, wat ik probeer te doen, want het is ook wel grappig, want je hebt sommige, want er zijn best veel bibliotheken over de hele wereld gebouwd, maar er waren bijna standjes van hoogwaardige architectuur. Weet je wie het gekste gebouw ging maken? Maar daar help je niet per se de bevolking mee. Dus als je ziet de bibliotheken die we hebben gemaakt, ze zijn heel bijzonder. Maar ze zijn ook heel welcoming. Of het is er niet over de top, of het is gewoon heel prettig. De akoestiek is prettig. Er zitten ook, wat ik vaak doe, dat er verschillende soorten ruimtes in zitten. Want de een die vindt het leuk om bom in een grote zaal te zitten. En de ander wil in een hoekje zitten. Weet je? Dus dat je ook ruimte geeft en respecteert dat er verschillende type mensen zijn. En dat er een oude opa moet binnen kunnen lopen. Maar ook een kindje van 4, 5 jaar aan de hand van zijn vader. En die denkt, ik wil hier terugkomen. Dus dat zie je ook in New York. Er zitten ook echt verschillende sferen in. Maar ze zijn wel, misschien veel van ons werk heeft ook een soort klassieke schoonheid, denk ik. Dat ik denk die bibliotheek die wij nu in New York hebben gemaakt, maar ook in Washington en in Thailand. Weet je, die blijven mooi. Die zijn gewoon goed, goede materialen gebruikt. Een klassieke schoonheid misschien. En ik vind schoonheid moet. Dat is ook een recht. Ja. Net zoals jij het natuurlijk leuk vindt om jouw dingen die jij ontwerpt, dat die er gewoon goed uitzien. Ja. Dat geldt voor woningbouw, dat geldt voor openbare ruimte, dat geldt ook voor sociale woningbouw. Maar omdat ik er al zo lang mee bezig ben, ervaren vrouwen schoonheid anders dan mannen. Maar er is ook een soort klassieke middenweg. Hè? Dat vind ik ook altijd een heel interessante. Ik probeer ook altijd te ontwerpen, dan niet zeggen dat het me lukt, maar dat het zeg maar, ik denk ja, dat moet over 30 jaar moeten we dat eigenlijk nog steeds mooi vinden. Ik wil, terwijl ik mode doe, wil ik niet iets ontwerpen wat alleen maar dat seizoen mooi gevonden wordt. Terwijl je andere kant toch heel rekening houdt met de tijdgeest. Dat klopt. En wat dat ook technisch wel en niet mogelijk is. Maar kijk, wie bijvoorbeeld een van mijn grote inspiratiebronnen zijn, St. Charles en Ray Eames. Ik weet niet of je die kent. Die hebben ook die tafels en stoelen van hun. Ik heb ze ook persoonlijk gekend. Ook bij hun thuis geweest, ook bij hun bureau geweest. Komen uit Los Angeles, Santa Monica. Maar heel erg, die zijn groot geworden zeg maar met vernieuwende architectuur en met name ook meubilair in de Tweede Wereldoorlog en dan de jaren, zeg maar de jaren 40, 50, 60. En die stoelen staan nu bij spreken bij de McDonald's. Maar ook al die producten die zij hebben gemaakt, natuurlijk is het een tijdgeest van de jaren 40, 50. Maar zijn klassiekers geworden? Zijn gewoon klassiekers en die zijn nog altijd mooi. Ze worden nu vaak alleen 10% groter gemaakt omdat de mensen groter zijn geworden. En misschien is dat ook iets wat ik wil. Ik bedoel, dat ik hoop dat de dingen die we maken, want ik heb natuurlijk toch, ik werk al 40 jaar. Dat het een klassieke schoonheid heeft en dat het, dat hoop ik, denk ik. Dat het blijvend is. En dat ja, natuurlijk is het wel. Ik ben onderdeel van mijn eigen tijdgeest natuurlijk, al elke keer ook. Even dan afsluitend, Boijmans van Beuningen, dat is ook een project. Ja. Gewoon van een afstand af denk ik alleen al, wow, wat een politiek wespennest. Ja. Maar dat zal het vaak zijn. Dus hoe hou jij zeg maar jouw idee staande binnen zo'n hele dynamiek van politiek, gemeentes, belangen. Nou ja, gaat altijd veel geld mee gepaard. Ja. Die vind je zo ongelooflijk relaxed eruit zien. En dan ook bezig met jam maken. Dus inspireer ons. Nou ja, kijk, op zich, je moet je ook voorstellen, de New York Public Library en de Washington, die dat waren, beland veel in wespennesten. Ja. Maar wat ik probeer is toch heel erg naar iedereen te luisteren. Het werk wat ik nu doe, had ik niet kunnen doen toen ik 25 was of 35. Hè? Dus ik heb ook. Je moet deze ervaring hebben. Maar ik denk, ik weet wat bibliotheken zijn. Weet je, maak me geen zorgen over. Ik moet de stad snappen. Ik moet een beetje het spel weten. Ik kan ontwerpen. We hebben een goed team op het bureau. Ik denk ook, dat kan ik. Van Boijmans is inderdaad complex. Dat heeft met de geschiedenis te maken. Is ook niemand te verwijten. Het is met de geschiedenis van Boijmans en eigenlijk dat de gemeente het nooit onderhouden heeft en dat de gemeente eigenaar is van de gebouwen. En dat was vaak, dat was bij het Rijksmuseum ook zo. Ja, dus dat zijn allerlei soorten super ingewikkeld. Partijen. Ja. Maar ja, keep smiling. Dus wat ik toch probeer
iedereen, te kijken wat is nou de essentie. En ik denk, nou ja, de essentie, Boijmans is een van de top 3 musea van Nederland. Is ongelooflijk, heeft een waanzinnige collectie, waardoor zij ook is de zeg maar, uitwisseling van hun kunst, schilderijen met andere musea is cruciaal. Hè, want daardoor kan je ook weer tentoonstellingen naar jezelf halen. Die logistiek, die klopt er helemaal niks van. Nou, die gaan we goed maken, kost geld inderdaad. Hebben alle musea in de hele wereld moeten doen. Ja, die transformatie. Ja. Ja, maar ook bijvoorbeeld als je naar het Rijksmuseum. Ik denk dat heel veel mensen niet weten dat de hele logistiek van het Rijksmuseum onder het museumpark zit. Ja. Met een enorme tunnel. Nou ja, wij gaan dus ook zoiets doen. Want dat is gewoon nodig. Dat hebben ze nooit opgelost. Ja, daar zit asbest in. Ja, kan ik ook niet helpen. Die moet eruit en die zit er heel onhandig in bij Boijmans. Kan niemand helpen. Ja, de oorspronkelijke architect die heel innovatief was. Die moet eruit. Kost heel veel geld en tijd. Maar wel met het idee, publiek gebouw, we gaan Boijmans maken dat het voor een groter publiek is. Net als bij bibliotheken, dat we willen dat het voor alle Rotterdammers en alle Nederlanders is. Dat iedereen zich daar welkom voelt, dat het niet elitair voelt. We gaan het helemaal verweven met het museumpark, wat natuurlijk ook, hè, en er komt natuurlijk al het prachtige depot dat er staat. Maar er zitten allemaal fantastische culturele instellingen omheen die eigenlijk disconnected van elkaar zijn. Het staat het is niet kunst, geïntegreerd. Nee. Kunsthal, een natuurmuseum. De grootste werkgever van Rotterdam is het Erasmus Medisch Centrum. Is er ook van disconnected. Dus wij proberen eigenlijk met dat hele plan, net zoals ik dat in New York heb gedaan. Daar probeer ik Bryant Park erbij te betrekken. Dat het hele museumpark en Boijmans, dat hele stuk stad gaat leven. Nou, fantastische publieke ruimte wordt voor iedereen, zeg ik dan. Ontzettend bedankt. Ja. Kijk jij ook graag naar onze uitzendingen? Vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal. Bedankt voor het kijken en tot ziens.